and the ninja. Mijn naam is Kastiop en ik heb een nieuwe frisse start genomen op dit kanaal. Ja, dat waren dus mijn eerste woorden op dit kanaal. Maar dat waren niet mijn eerste woorden op YouTube. Want daarvoor moeten we een paar maanden terugkeren. Hello ladies and gentlemen. This is Kastiop, bringing you my first commentary. And this one is a capture the flag on carbon. And I got a mop here. And what I want to talk about today on this commentary is about the new Modern Warfare 3 update. Nu ziet je dus wat puberteit met je stem kan doen. Maar goed, zoals de piepstem Kastiop er net al zei, mijn naam is Kastiop en welkom op deze speciale video waar ik eigenlijk al 2 jaar op ben aan het wachten om deze te maken. Namelijk 2 jaar Kastiop. Want als je goed kan tellen, 2 jaar geleden op 26 mei 2012 heb ik mijn channel gemaakt. En als je dan een beetje logisch nadenkt, is dit dus eigenlijk mijn YouTube verjaardag. Het klinkt eigenlijk forever alone en ja, dat is het ook. Nu, naast het feit dat dit een speciale video is omdat het 2 jaar Kastiop is, is dit ook een speciale video omdat ik eens na een lange tijd nog eens een serieuze video ga maken. Ik bedoel, de laatste tijd zien jullie mij alleen maar absurd reageren op games en een beetje hyperactief doen. Mensen die mijn video's kijken, die denken waarschijnlijk dat ik een ADHD-kind ben die alles kapot slaat of zo, als je naar de laatste video's bekijkt. Maar wat ik dus wil zeggen, ik ga eens vandaag in een video gewoon rustig doen, gewoon praten zoals ik altijd praat. En ja, we zien wel wat er van komt. Want ik ga namelijk heel veel deleted scenes laten zien. Met andere woorden, dingen of video's of stukken van video's die ik heb verwijderd en die jullie nog niet hebben gezien. En die toch wel de moeite waard zijn om te kijken. Want wie wil nu niet een 13-jarige Kastiop zien die op helium zit? Allee, ik bedoel, fucking awesome. Dus blijf doorkijken als je dat zeker niet wilt missen. Maar toen denk je, waar gaat deze video over? Wel, vandaag ga ik gewoon een paar dingen bespreken met jullie, laten we zeggen, dingen die jullie niet wisten, maar die toch belangrijk zijn over mij. En ik ga ze een beetje vertellen eigenlijk, uitleggen, aan mezelf ook, want ik snap het nog steeds niet, hoe ik 2 jaar lang tegen mijn eigen zit te praten, tegen de computer met een microfoon voor mij, want ja. Klinkt zo fout als je eraan bedenkt, maar goed, we gaan er eens aan beginnen. Ik ga niet te veel in herhaling vallen hoe ik eigenlijk gestart ben met YouTube, aangezien ik vorig jaar ook een 1 jaar Kastiop video heb gemaakt, waar ik allemaal uitleg hoe ik eigenlijk, ja, 1 jaar lang video's heb gemaakt, mijn video's zijn veranderd, enzovoort, enzovoort. Nu, om te beginnen wil ik even de statistieken laten zien wat ik na 2 jaar YouTube heb bereikt. Want ik ben namelijk 1.086.023 keer bekeken. Maar daarnaast ben ik ook 3.920.240 minuten lang bekeken. Nu, ik heb ook nog 121.066 likes gehaald met 4.335 dislikes. En voor deze cijfers, geloof het niet, ik wil jullie enorm bedanken. Want veel YouTubers zeggen van bedankt voor het aantal likes, views en zo. Zonder jullie zou het me niet zijn gelukt. Ik vind het zo dom als ze dat zeggen. Tuurlijk is dat door jullie, omdat jullie naar mijn video's kijken. Zonder jullie heb ik 0 views. Dus mensen, super hard bedankt voor deze cijfers. En waarschijnlijk vinden de meesten dit een saai stuk. Dus ik ga gewoon op naar de dingen die jullie zeker interessant vinden. Want gedurende mijn YouTube carrière ben ik ook verhuisd. Dus met andere woorden, voordat ik hier woonde, woonde ik ergens anders. Wel, dat is verhuizen. Dat doet verhuizen. Je gaat ergens anders wonen. Een beetje logisch. Waarom vertel ik dit eigenlijk? Maar in mei ben ik dus mijn channel begonnen. En dat was ook het laatste schooljaar dat ik in dat andere stadje waar ik woonde naar school ging. Omdat ik daarna verhuisde. Dus eens de examens gedaan waren, begonnen we meteen aan de verhuis. En na de verhuis dachten we van kom, we gaan even chillen. We gaan relaxen. En we zijn dus op vakantie vertrokken naar Kreta. Nu, het was een best luxe vakantie. Ik vond echt waarschijnlijk de beste vakantie van mijn hele leven, want ik en mijn 2 neven die ook zijn meegegaan, wij kregen gewoon weg een eigen bungalow. Een bungalow is dus eigenlijk gewoon een klein huisje in een hotel, want het was een heel groot hotel. En je had kamers zoals in elk hotel, maar je had ook een ander gebied met allemaal bungalows. Dus dat was een huisje, je had je eigen tuin en je had je eigen zwem. Dus toen wij daaraan kwamen, wij waren gewoon in de wolken, want dat gewoon een huisje voor u alleen voor een weekje met 3 vrienden. Fucking awesome. En in die week dat ik daar zat, heb ik ook een paar video's geüpload. Want ik wou mijn channel in de flow laten. Ik had toen nog niet zoveel video's, omdat ik toen nog maar 3 maanden aan YouTube bezig was. Ik had er ook geen laptop of PlayStation, dus ik moest gewoon mijn vlogs doen. Dus hier zien jullie enkel beelden van hoe ik toen filmde. Dus hier hebben we een tv. Ja. Een koffiemachine, spiegel, alles een beetje. Een bed, ja. Het lijkt nu klein, omdat de
camera van de iPhone best wel slecht is. Hier hebben we dus ons eigen zwembad. Terrasding, dit, dat. En ik wandelde in het gras en opeens een of ander raar beest vloog uit het gras. Ik heb geen idee wat het is. Dat is hier fucking awesome. Kijk, mensen. Maar dat, kijk, dat ding beweegt. Mensen, af. Kijk, mijn kastje om. Maar check dat. En hier hebben we onze koelkast met Ouzo. Dat is smirn. En, wat? Dat is smirn. Whatever, we hebben gewoon drank. We hebben zelfs wijn. En... Hey, oké, okay, de buren zijn dus al weg. This is crazy. We hebben een soort van pepers aan die bomen. Penis! Stommerik! Yo mensen, hier ben ik dan weer. Ik ben dus Kastiop. En ja, zoals jullie aan de re-live video van gisteren konden zien, wil ik mijn kanaal gewoon eventjes up-to-date houden. En ja, als jullie deze video niet leuk vinden, zeg het eventjes in de comments. Dan weet ik dat ik morgen, geen nieuwe re-live video moet maken. Dan neem ik even een rustpauze. En ja, ik ga gewoon soms eens vlogs maken hier, hoe het met mij zit. Allee. En hier is een speciale monster die toch niet in België verkrijgbaar is, denk ik. Absolutely zero. Best wel lekker. Maar kom! Nu, een Kastiop die op vakantie is, zonder dat hij een streek uithaalt, is gewoon geen vakantie. Dus wat dachten wij om te doen? We hadden namelijk een jacuzzi in de bungalow. En we dachten dat het wel eens fijn was om ongeveer 7 à 8 shampooflessen in die jacuzzi te doen. Ja, wat krijg je als je shampoo met water doet? Schuim. Dit is dus de badkamer en hier is zo'n pompbak. We gaan het testen. Daar ook. En dus daar is een normaal bad. En we zullen een stapje achteruit bij de wc. En dus dat is allemaal schuim. Verder. Ik weet echt niet hoeveel schuim dat is, maar het is gewoon mega veel. Allee, ik bedoel. Heel onze bungalow lag onder water, vol met schuim. Het schuim ging uit de bungalow in het zwembad. We hadden tuinstoelen in het zwembad gegooid. Ja, ik wou een beetje een YouTube stunt uithalen. Ik heb in een tuinstoel gezeten onder water terwijl ik cornflakes eet. Gaan we eens kijken? Dus dat was allemaal fijn. En wel, we dachten dat we fucking geniaal waren. We dachten dat we YouTube-sterren waren. En dat dit een hit op YouTube ging worden. Nu, je hebt dus in elk hotel zo van die meisjes die rondkomen om je bed op te maken, om alles schoon te maken, bla bla bla. Roomservice, je kent het wel. En nu op dat moment, toen alles overhoop lag, tuinstoel in het zwembad, alles vol schuim, echt schuim letterlijk een meter hoog of zo. Dan juist moet de roomservice komen om ons bed op te maken. Ja, die vrouw komt eraan natuurlijk, die schrikt zich dood, die laat de lakens vallen en die rent weg. Die gaat dat vertellen aan de directeur van het hotel. En die directeur belt met zo van die telefoontjes van kamer naar kamer natuurlijk, naar onze ouders en die zegt: "Your kids have totally destroyed the room." Dus ja, iedereen dacht waarschijnlijk dat we alles in de fik hebben gestoken. Iedereen rent naar onze kamer en onze ouders konden ermee lachen. Die zeiden: "Wij gaan nu naar een restaurant en als we terugkomen moeten allemaal opgepoetst zijn." Nu, we gingen dus naar een restaurant en je kent het wel hoe het op vakantie is. Daar lopen van die mensen rond die allerlei shit willen verkopen aan u. Zo zijn er mensen die rondlopen met die nepbrilkes van Ray-Ban. Ze van: "Ray-Ban 5 euro, Ray-Ban 5 euro, 4 euro for you, no? 1 euro voor Ray-Ban en it's for you." Maar je hebt ook van die mensen die met ballonnen rondlopen. En wij zagen iemand die dus ballonnen verkocht en die ballonnen hingen hoog in de lucht. Wat dat dus betekent dat er helium in zit. Dus dit komt er dus van. Dit is mijn echte stem. Hallo, ik ben Kastiop. Hallo, ik ben Kastiop. Waar is dat? Waar is dat gaatje? Hallo, ik ben Kastiop en ik breng je vandaag weer een nieuwe MW3 commentary. Het gaat zeer epic worden, want ik heb een helium. Ik heb helium in mijn mond. Dat is gewoon fucking epic. En de benzine is weer opgevuld en we hebben weer een epic voice met your host, Witte Mouse, the white boy, 7th Street, bringing you another commentary. And what the fuck is wrong with my voice? En de benzine is weer opgevuld, zeer hard zelfs, we hebben helium in mijn mond. Het is weer fucking epic. En ik heb gisteren gejetskied en het is weer op.
dit wordt een grote. Ik heb gisteren gejetskied en vandaag hebben we een safari gedaan rond de mountains van Greece, Griekenland, snap je? The joke. Nu, dat was eigenlijk het verhaaltje wat ik wou vertellen over Kreta. En ik ben nog niet klaar met de video, maar ik wil ook een paar minder goede dingen aan YouTube vertellen, want mensen zien mij als YouTube, ik weet niet, zoals nu, het gaat allemaal altijd fijn en wel. Ik heb het leuk in mijn video's en ik probeer altijd video's te maken over leuke onderwerpen. En de duistere kant aan YouTube, dus die laat ik nooit zien, zeg maar. En veel YouTubers doen dat ook. Die laten gewoon de duistere kanten, de negatieve kanten aan YouTube niet zien. Omdat iedereen natuurlijk een positieve YouTube-video wil kijken. Maar toch wil ik eigenlijk iets vertellen aan jullie. Aangezien dat toch iets belangrijk is over mijn kanaal en over mezelf. En eigenlijk ook over heel veel andere YouTubers. Want in mijn, nogmaals, YouTube-carrière heb ik natuurlijk een paar mensen ontmoet. Waarvan er ook al een paar zijn gestopt. En meestal met diezelfde reden. En die reden is eigenlijk geconfronteerd met YouTube en het echte leven. De mensen die je in het echt kent, hoe zij erachter komen. En ik heb er eigenlijk een minder leuk verhaal achter. Aangezien ik dus verhuisd ben. Toen ik begon met YouTube, nogmaals in mei. Dus het schooljaar is nog 2 maanden bezig. Mei en juni. En daarna is het gedaan. In datzelfde schooljaar ging ik dus verhuizen. En ging ik eigenlijk volgend schooljaar in een andere school zitten. In een andere stad. En dus ook nieuwe vrienden. Nu, in mijn vorige school dus. Toen ik pas met YouTube begon, wisten nog maar 2 of 3 mensen dat van mijn school. Dus niemand van mijn klas of zo wist dat ik aan YouTube bezig was. En dat vond ik fijn, want YouTube en privé was dus eigenlijk gescheiden, om het zo maar te zeggen. Dus ik kreeg geen slechte commentaar in het echt. Maar toen ik dus verhuisde en naar een nieuwe school ging, in die nieuwe school, waren er wel mensen die dat wisten. En al rap ging dat rond. En natuurlijk, toen ik in die nieuwe school aankwam, niemand kende mij. Maar al snel ging het een beetje rond van, ah ja, dat is een mogool van YouTube. Want de Science and Potatoes video's van mij, dus waar ik mij een beetje belachelijk maak, terwijl het ook grappig is, maar die gingen dus rond. Dus mensen dachten dat ik dus gelijk Science and Potato in het echt was. Want mensen kennen me niet als Casper, maar mensen kennen mij als Castiop. Want toen ik daar aankwam in de nieuwe school, eerst kenden ze Castiop en dan kenden ze Casper. In mijn vorige school was ik Casper en niet Castiop. Ook al, en stel nu dat het daarna rondging in mijn vorige school, dat ik aan YouTube deed, toch kennen mensen mij al jaren en kennen ze mij van Casper, van de gewone Casper, de Pool. En niet Castiop, de YouTuber. En dus in die nieuwe school had ik zo'n beetje de naam gekregen. Ik ga niet overdrijven, het is niet dat ik neergestampt werd en gepest werd, maar het was gewoon iets anders. Mensen kennen Casper niet en als je dan zei, kent je die jongen, die blonde kerel? Ah ja, dat is die freak die altijd gamet en rare filmpjes op YouTube upload. Dus daar had ik er even moeilijk mee, want er werd wel eens naar mij geroepen en zo. En zoals ik al zei, ik had er een tijdje moeilijk mee en ik wou gewoon stoppen, omdat ik er gewoon eigenlijk niks meer mee te maken had. Toen stelde het ook niks voor. Ik had toen in de tijd 800 subscribers of zo. Dus toen stelde het niet veel voor en mensen vonden het gewoon belachelijk. Want het is iets wat mensen eigenlijk niet begrijpen, YouTube. Ik begrijp het zelf ook niet wat ik eigenlijk doe. Waarom doe ik dit? Hè? Om het even serieus te houden. Ze dachten, zeker de meisjes bijvoorbeeld, YouTube is niet echt iets om te stoeven bij de meisjes, om meisjes meer te versieren. Dus ik weet wel waar ik naartoe wil gaan. En zeker dan andere mensen. Die snapten dat niet. Die dachten van, wat een vage kerel is dat. Dus op een gegeven moment wou ik dus stoppen. Ik heb een video gemaakt en op YouTube geüpload van ik wil nu stoppen. En dat is eigenlijk waar ik dus op wil toekomen. Veel mensen zijn gestopt met YouTube commentaries maken omdat mensen dus in het echt van hun school erachter zijn gekomen. En misschien als jij dit kijkt en je hebt ooit commentaries gemaakt of zo en je zit daar om dezelfde reden gestopt. Of je gaat ooit eens in je leven dit meemaken. Je hebt een rare hobby of weet ik veel wat. Ik weet niet wat je doet. En je hebt ongeveer dezelfde situatie. Ik wil gewoon... Veel mensen zeggen van trek het u niet aan wat anderen denken. Doe gewoon je eigen ding als je dat leuk vindt. Trek het u niet aan wat anderen zeggen. Nu omdat ik het zelf heb mee ervaren, kan ik wel zeggen van als je er moeilijk mee hebt, stop er dan gewoon mee. Want het kan zijn als jij zelf aan YouTube doet en misschien zijn je video's slechter en je wordt daarmee uitgelachen. Dit klinkt vreed, maar misschien is het beter dat je stopt, want alleen maak je je eigen belachelijk nu. Voor mij is het niet meer belachelijk, omdat ik er nu iets uit heb gemaakt, maar moest ik nu nog steeds 1000 subscribers hebben of zo, zou ik al lang zijn gestopt, want eigenlijk is dit wat ik doe wel belachelijk, maar het is eigenlijk het
fijnste gevoel ter wereld als je iets maakt waar je even aan bezig bent, waar je de moeite voor doet. En ik zet het op YouTube en duizenden mensen genieten ervan. Ik word gewoon herkend, bijvoorbeeld op Fiverr gaan mensen naar me toe. Hey, zit jij niet die van YouTube, je video's zijn geweldig. En dan heb ik zoiets van... In het echt is dat wel een beetje raar en ik zit er zo van... Oké, ik weet niet hoe ik moet reageren. Maar het is gewoon fijn om gewaardeerd te worden. En nu ben ik helemaal mijn kluts kwijt en ik weet niet wat ik eigenlijk was aan het zeggen. Maar ik hoop dat het duidelijk is wat ik dus wil proberen te zeggen. En ook, 2 jaar geleden wist ik niet dat ik zo groot ging worden op YouTube. Nu, misschien is voor sommige 12.000 subscribers niet groot. Maar bedenk het wel dat ik het grootste gamekanaal ben van Vlaanderen. Nederlandstalig dan. Dus ik denk wel toch dat ik iets heb bereikt. En nogmaals, dat ligt volledig door jullie. Bedankt voor alle support die jullie mij geven. Ik kan jullie niet vaak genoeg bedanken. Dit is eigenlijk wel een leuke, happy video, zeg maar. Maar nu moet ik nog eens naar een gevoelig onderwerp gaan. Maar het is een onderwerp die ik zeker wil delen met jullie. Omdat misschien veel van jullie het nog niet weten. Omdat jullie nieuw zijn op mijn kanaal of zo. Maar ik ben dus 100% Pools. Ik ben 100% van Poolse afkomst. Mijn mama is Pools. Mijn papa is Pools. Heel mijn familie is Pools. Oma, opa. Noem het maar op. Ik ben 100% Pools. Het enige wat er niet Pool aan mij is, is dat ik sinds mijn 5e samen met mijn mama naar hier ben verhuisd. België dus. Ze heeft een nieuwe vriend leren kennen die ondertussen al 11 jaar mijn stiefpapa is. En nu denk je van, hoe is dat met je papa? Heb je er een goede band mee of heb je er een slechte band mee? Ik heb er een zeer goede band mee natuurlijk. Er zijn natuurlijk problemen geweest. Anders zou ik nu niet hier wonen. Ik hoop dat jullie een beetje respect tonen, want dit is eigenlijk iets privé wat ik met jullie deel op YouTube. Wat dus eigenlijk een beetje dom is van mij. Ik ga niet heel mijn leven moeten delen op YouTube. Maar de band met mijn papa is anders en met mijn stiefpapa ook. Want veel van jullie zitten misschien in dezelfde situatie. Je ouders zijn gescheiden. 1 week woont je bij je papa en stiefmama. Andere week bij je mama en stiefpapa. Maar die band is heel anders met mij. Ik bedoel, ik leef elke dag met mijn stiefpapa en mijn mama. En met papa zie ik alleen maar 2 keer in het jaar van een weekje. En de rest hou ik er gewoon een 3-4-tal per week contact mee op Skype. En ik hou nog steeds van mijn papa. In de zomer ga ik er natuurlijk mee op vakantie. Dan zal ik naar Polen gaan. Ik zal dan proberen nog wat vlogs te maken. Maar om u zo'n voorbeeld te geven. Dieper ga ik er niet op ingaan, omdat er natuurlijk heel veel andere privé, weet ik veel wat dus, achter zitten. Maar ik hoop dat jullie nu een beetje meer weten over mij. En ik weet niet of dit een goed idee is voor mij, maar... Ik zal het toch maar doen, zeker. Want ik heb namelijk voor MO een maand geleden of zo een rap moeten maken. Iedereen van de klas moest een rap maken. En mijn rap ging namelijk over mijn papa. Dus hier is mijn rap. Het is geen Eminem. Het is geen Tupac. Maar ik hoop dat het iets is. Misschien vinden jullie het fucking slecht. Wel, ja. Dan is het maar zo. Maar zo kent je dus mijn verhaal en hoe ik dus nu mij voel in deze situatie. They say that things just cannot grow beneath the winter snow. So what happened? Er is een man hier van vandaan die mijn vader is. Een man die ik heb achtergelaten alsof het zo beter is. Een man die dit niet verdient, die eigenlijk voor me zorgt als ik hem zie. Je zorgt niet voor mij doorheen uw slechte tijden. Alleen maar drinken en die ruzies met mijn moeder lijden. En ik weet het wel, je bent veranderd en uw leven is nu zoveel beter. Maar ik leef nu ver van u, zo'n 1000 kilometer. Maar het is nu niet dat ik aan mijn moeders kant sta, want al die verhalen over u waren niet altijd waar. Er zijn genoeg redenen om wel terug te keren, want de Belgian Good Life ligt al lang in het verleden. En als ik al oud ben, met een job, of maar 19, ik wil u zeggen dat je mij zult blijven zien. Want het leven is nu misschien wel hard, maar je bent mijn vader en blijft dus in mijn hart. Maar nu goed, nu ga ik stoppen met die emotionele, diepgaande onderwerp. Want ik wil deze video mooi afsluiten door jullie echt ontzettend hard bedanken voor deze 2 mooie jaren die ik heb beleefd op YouTube. Ik snap nog steeds soms niet hoe ik het doe en waarom ik het doe en wat ik eigenlijk doe. Maar ik weet wel gewoon 1 ding. Dit is eigenlijk mijn passie en ik ga het toch proberen zo lang mogelijk vol te houden. Ooit komt er natuurlijk een eind aan, maar laten we er gewoon het beste van maken van wat er nu komt. Dus mensen... Bedankt voor het kijken naar deze video. Bedankt voor de voorbije 2 jaar. Nogmaals voor de 10.000ste keer. En als jullie het fijn vonden, laat dan alsjeblieft een like achter. Ik ga een heleboel video's in de beschrijving zetten die jullie zeker moeten checken. Dus mensen, ciao.